Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Rozenburg is gisteravond opgestapt. Het rommelde daar al langer. Begin deze maand stapte de VVD uit de coalitie. Er bleef toen een minderheidsbestuur over van PvdA en Inwonerspartij Rozenburg. Dat viel gisteravond na een motie van wantrouwen tegen deelgemeentevoorzitter De Sutter. In Spijkenisse is gisteravond een informatiebijeenkomst gehouden over de ontucht met een 10-jarige leerling van een basisschool. Justitie was aanwezig om vragen van ongeruste ouders te beantwoorden. Een 58-jarige docent wordt van de ontucht verdacht. Op zijn computer zou kinderporno zijn gevonden. Hij is tevens raadslid van de PvdA in Spijkenisse. De zaak kwam aan het rollen na een eerdere zedenzaak in Spijkenisse die in februari aan het licht kwam. Excelsior-aanvoerder Daan Bovenberg vertrekt naar FC Utrecht. De verdediger tekent een contract voor 4 seizoenen. Bovenberg komt uit de jeugdopleiding van Excelsior en maakte in 2006 zijn debuut in het eerste elftal. Hij maakte vorig seizoen naam door als verdediger 6 keer te scoren in de competitie. Vandaag een buiige dag met kans op onweer, zware windstoten en lokaal misschien wel veel neerslag. Temperaturen komen uit op ongeveer 22 graden en vanavond kan het aan zee hard gaan waaien.